Hey. Hey, Johnny. Hoe is het? Goed. Hey, jullie hebben gevraagd of we nog een keertje mee willen lopen, hè? We dachten, we gaan vandaag de andere kant laten zien. En dat is? De logistieke kant. Ja. Dan gaan we het echt terug schrijven. Ja, maar ik doe dat met de duur weer. En welkom bij een nieuwe video. Vandaag gaan we weer een dagje meelopen met deze baas, hè? Maar vandaag gaan we wat anders doen dan vrachtwagen rijden. We gaan namelijk heftruck rijden. Oké, we hebben geoefend. Hoe zag het eruit? Ja, prima. Ja, zag het er prima uit? Ja, best goed uit. Dus gaat het ons lukken om die zes wat misschien op elkaar te stapelen? Dat denk ik wel. Ja, hij heeft wel heel veel vertrouwen in ons. Volgens mij hadden ze een beetje een doodje. Probeer het maar. Mogen de beste winnen, hè? Mogen de beste winnen, Rico. Dat ben ik. Even geen camera niet aan te zetten, want anders kunnen de kijkers niet meegenieten van jouw falen. Ja. Als jij er klaar voor bent... 3, 2, 1, go! Jongen. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Ja, 6. 6! Daar moeten we gaan struggelen. Nou ja, ik ben natuurlijk gewoon professioneel. Geef toch wel, Rico heeft gewonnen. Zie maar. Rico, hoe heb je het gedaan? Hoe godsnaam? Ik zei het al, toen je aan het oefenen was, hè? Geboren heftruck rijden. Gewoon geboren heftruck rijden, joh. Mensen moeten mij gewoon mijn heftruck certificaat nu gewoon geven. Maar ik deed het wel goed, toch? Ja. Nou, op zich? Nee, niet. Maar dit is wel echt puur geluk, hoor, Rico. Kijk hier. Man, dat is wel een lekkere mankunst. Dat is echt, nee. Kijk, ik begon op die tactiek, hè. Ik begon met twee tegelijk. Oké. In plaats van eentje parkeren. Nee, oké. Ja. Ja, ik heb gewoon rond, man. Ik kan het je wel. Meneer de beste heftruckchauffeur die we kennen. Die gaat nu laten zien hoe wij zes van die dingen tegelijk in een container rijden. En daarom mogen wij het ook proberen. Rico, jij hebt hier talent voor, man. Hey, man.
Go, Nico! Ja, wat is er, Rico? Wat is er? Wat is er? Eerst een grote bek hebben, maar als het echt te werken komt, hè? Dat was niet makkelijk, hè? Nee, niks van. Nee. Jij wil goed in productie werken, maar ik kan gewoon kunstwerken maken, weet je. Ik ben gewoon een kunstenaar. Kijk maar naar mijn stapel. Ik kan gewoon voor gas gewoon gaan en ik krijg gewoon alles gewoon in één keer gewoon. Voor gas, kijk wat er gebeurt. Kijk niet hoor, ik kom nu vrij. Als je naar het verschil kijkt tussen onze containers, ja. Dan zeg ik toch wat ik er net heb gedaan. Jij hebt vorige gewonnen en ik geef bij mij zelf deze eer voor deze. Ja, jij hebt wel gewonnen, man. Zullen we even vragen aan, aan de meester hoe die vindt dat we hebben gedaan? Ja. Hoe vond je het gaan? Nou, je vierde resultaat, hè? Ik denk dat jullie wel... Ja, ik dacht, het lukt me wel, maar vind je toch wel een beetje tegen. Het is moeilijker dan je denkt. Inderdaad. Ik denk dat jullie beter een opleiding met WBL kunnen doen. Ja? Ja. Waarom met BBL dan? Omdat je die ook gelijk leert dan? Ja, dan leer je toch gelijk. Ja. Ja, misschien moet je gelijk een beetje praktijkervaring. Wie weer de oprechte winnaar van deze algehele... Ja, jezelf. Ja, ikzelf. Ja. Gelijkspel. Gelijkspel? Gelijkspel, Rico. Gelijkspel, nou, Rico. Nou, Stefan. Het magazijn is leeg. Ja, voel je op. Maar dat hebben wij niet gedaan, dat hebben hun gedaan. Ja. Maar ja, hoe vond je dat we het hebben gedaan vandaag? Ik vond het een leuke dag, in ieder geval. Ja? Ja, ik vond het ook leuk. Maar... er zijn nog wel een paar lessen nodig. Ja. Dat hebben we niet goed gepresteerd. Ja, sorry, jeetje. Maar denk jij dat je het beter kan dan ons? Of wil je het beter leren dan ons? Check dan even stlwerken.nl/leren werken. En ja, misschien mag jij dan wel vast misschien de stapel, weet je, in plaats van ons. Want wij kunnen niet zo goed. En jij misschien wel. Vond je deze video leuk? Doe even een blauw duimpje omhoog. Vergeet ook niet de link in de beschrijving even te checken naar stlwerken.nl. En dan... en deel de video even. Deel me Show your love, man. Deel me even. En we zien jullie de volgende video weer.